grondvest wil door, ondanks opnieuw tegenvallende opkomst. Na het cafetaria sluit burgemeester nu ook het café op Joris Iversplein. Een hartverwarmende actie voor misschien wel laatste verjaardag Jamie. Dit is het RN7 Regio Nieuws van maandag 3 oktober. Het Democratiefestival Grondvest trok afgelopen weekend zo'n 6.000 bezoekers. Dat zijn er minder dan de eerste editie in 2019, toen er 6400 mensen op afkwamen. Volgens veel gemeenteraadsleden opnieuw een flop, gezien het festival 6 ton heeft gekost. Maar daar denkt de organisatie anders over. Als je dan gaat kijken, 6000 bezoekers, heeft iets van 6 ton in totaal gekost. Dus zo'n 100 euro per persoon. Kunnen we niet beter stoppen met Grondvest? Ja, dat zou je wel denken als je alleen naar het aantal bezoekers kijkt. Ik vond dat ook wel lastig, want je denkt, ja, hoe belangrijk is nu het aantal bezoekers? En uiteindelijk hebben we gezegd, ja, dat is heel belangrijk, want het gaat om heel veel geld. Maar het gaat er nog veel meer om dat je veel mensen weet te bereiken en dat je mag gaan bouwen. Dus we hebben natuurlijk wel de helft van het budget van het eerste jaar. Maar ons bereik, we hebben bijvoorbeeld bijna 80.000 mensen online bereikt. Dat is veel groter. Daar is Jacques Splinter het mee eens. De Nijmegenaar was zaterdag een van de sprekers op Grondvest. Hoewel er maar 12 mensen zaten te luisteren naar zijn verhaal over bureaucratie, is dat het volgens hem gewoon waard. Het gaat om de inhoud. Het lastige is, als jullie nou eens een week lang aan de inhoud van tevoren aandacht besteden, gewoon door iedereen te vragen, dan krijg je een beter festival. Met meer bezoekers, waar mensen trots op kunnen zijn. Nu zitten kranten zitten zeuren van het kost veel geld. Jij zit te zeuren, ja het kost veel geld. Wij als pers zijn natuurlijk ook ja, kritisch. Wij kunnen niet zeggen van nou kom allemaal naar Grondvest, want dan wordt het reclame. Nee, dat hoeft geen reclame te zijn. Een ander kritiekpuntje is dat het vooral een feest is voor zeer betrokken burgers. Ja, dat viel dit jaar mee, want er waren juist heel veel jongeren en er waren ook wel mensen waar ik vooraf in discussie mee was. Die zijn nu geweest. Die hebben ook wel weer input gegeven voor mocht er een volgende keer komen. Maar die waren ook op sommige onderdelen tevreden. De organisatie hoopt ondanks de kritiek nog meer edities te kunnen organiseren. Het is heel lastig om in één jaar iets volwaardig neer te zetten. En ik hoop dat we meer mensen die nu ook nog reageren van ik was er niet bij, maar ik hoorde ook niet bij, dat we die kunnen gaan vragen, maar wil je er wel bij komen horen? Wat zou volgens u een oplossing zijn om, nou, stel dat er een volgende editie komt, meer bezoekers hier naartoe te laten komen? Nee, het moet iets centraler georganiseerd worden. De locaties lagen te ver uit elkaar. En dan kun je de programma-onderdelen ook makkelijker volgen, op elkaar aan laten sluiten. Het café op het Joris Iversplein in Nijmegen moet dinsdag haar deuren sluiten op last van de gemeente. Het is de tweede sluiting op het plein in korte tijd. In augustus moest de snackbar, die aan het café grenst, ook al haar deuren sluiten. De gemeente geeft aan dat dit het gevolg is van het feit dat de nieuwe vergunningsaanvraag niet op tijd binnen is. Bij de snackbar zou de reden soortgelijk zijn. Omwonenden zijn in elk geval blij met de tijdelijke sluiting. De horecagelegenheden zouden een aanzuigende werking hebben op overlastgevende types. Aan de Prins Hendrikstraat 7 komt een noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daar zijn zo'n 150 plaatsen beschikbaar. Het betreft deels aanvullende plekken, maar ook vervangende plekken als andere opvanglocaties niet meer beschikbaar zijn. Voor Stip Oost, die daar nu gevestigd zit, wordt gezocht naar een vervangende huisvesting in of nabij het pand. Dit om buurtbewoners te kunnen ontvangen voor informatie en advies. De ijshockeybaan van Triavium in Nijmegen gaat nog eerder open. De gemeente hoopte eerst de baan eind oktober te kunnen openen voor sportclubs, maar dat wordt nu 10 oktober. De ijsinstallatie van de schaatstempel was sinds afgelopen zomer kapot. En de vrees was dat de reparatie maanden zou duren. De tijdelijke koelinstallatie, die inmiddels is geplaatst, kan eerder in gebruik worden genomen. Vooralsnog mogen alleen verenigingen het ijs op. Vanaf 1 oktober ook recreanten. Waarschijnlijk wordt nog voor het einde van dit jaar gestart met de bouw van 16 sociale huurwoningen in het centrum van Weert. Als alles meezit zijn de appartementen voor de zomer van 2023 gereed.
Deze betaalbare en duurzame appartementen komen te staan op de hoek van het gastterrein waar vroeger basisschool De Ruiter stond, gelegen aan de Ruiterstraat. NEC speelde zondag in een vol Goffertstadion gelijk tegen Feyenoord. Voor NEC was dat het 6e gelijkspel op een rij. Na afloop spraken wij met speler Calvin Verdonk, ex-Feyenoord, en trainer Rogier Meijer, die tevreden was met 1 punt. Nou, mijn gevoel is dat we eigenlijk voor het eerst dat ik hier ben in een topwedstrijd de tegenstander punten hebben kunnen afsnoepen. Dus dat is op zich een lekker gevoel. Ik denk dat we het ook verdiend hebben, deze wedstrijd. Ja, en dan zie je toch dat we niet zo makkelijk te kloppen zijn. En dat is denk ik wel een compliment aan het elftal. En uiteindelijk tegen Feyenoord thuis gelijk spelen lijkt me geen verkeerde resultaat. Calvin, heet middagje. Ja, het was een zware pot. Maar ja, dat weet je van tevoren als je tegen Feyenoord speelt. Doet het nog wat tegen je oude club? Nee, eigenlijk gewoon net als alle andere wedstrijden. Ik heb hem gewoon benaderd als, ja, wat ik zei, als alle andere wedstrijden. Er is heel veel veranderd bij Feyenoord, heel veel nieuwe mensen. Dus ja, ik ken bijna niemand meer eigenlijk. Een bijzondere verjaardag zondag in de Meihorst voor de 17-jarige Jamie. Het is misschien wel de laatste verjaardag die hij meemaakt. Jamie lijdt namelijk aan een zeldzame en ongeneeslijke ziekte. Om deze verjaardag er één te laten zijn om nooit te vergeten, heeft wijkbewoner Remy iets geregeld met motoren. Veel motoren, want daar houdt Jamie van. Net buiten de wijk komen alle motorrijders bij elkaar. Remy, wat een mooi initiatief. Wat heb je georganiseerd? Ik heb vandaag georganiseerd op Jamie's verjaardag. Dat een hele grote stoet komt. We gaan hem gewoon blij maken vandaag. Ja. En dat wil ik voor hem, snap je? Hij verdient dat. Hey, en je hebt allemaal motoren. Zijn dat allemaal vrienden van je? Iedereen is welkom, snap je? Ja. Iedereen is welkom. Ik wil hem gewoon blij zien, snap je? Ja. Het is puur voor zijn verjaardag. We zijn ondertussen in de Meihorst aangekomen en zoals je ziet is de hele buurt uitgelopen om te komen kijken naar de grote verrassing van Jamie. Hij zelf zit eerste rangs klaar voor wat er gaat komen. Alsof de verrassing nog niet groot genoeg was, verscheen er ook nog een drumband die Jamie en zijn gezin de straat door begeleidde. Aan de andere kant, waar alle toeschouwers inmiddels zijn verzameld, werd voor hem gezongen en stond er een hele bijzondere taart klaar. Niet alleen ik spreek uit de naam van ons allen, ook uit de naam van Jamie willen we jou enorm bedanken, Jamie. Jij bent de grootste voorbeeld van heel Nederland hoe het wel kan. De basis in Nijmegen is inmiddels alweer 1 jaar open. Een goed moment om eens te evalueren hoe het gaat met het nieuwe concept dat zich binnen de muren van het oude Don Roosje heeft ontwikkeld. Het pand dient tegenwoordig als thuisbasis voor muzikanten uit de omgeving die een serieuze carrière in de muziekindustrie najagen. Welkom allemaal. Dat is iets waar wij heel erg blij zijn om dat te mogen zeggen. Want we kunnen na jarenlange voorbereiding jullie dus eindelijk welkom heten hier bij de basis en ook nog eens op de open dag 1-jarig bestaan. Nou ja, ten eerste is de basis een mooie broedplaats voor mensen in de muziek. Bandjes, mensen die alleen muziek maken. En ik ben erg blij mee dat zij een plek hebben gekregen, een permanente plekje hier in Nijmegen.
Ik vind het sowieso echt heel knap hoe überhaupt dit initiatief ontstaan is. Hoeveel mensen vanuit Nijmegen hebben bijgedragen om dit initiatief werkelijkheid te laten worden. En eigenlijk ook al de mensen, de bestuursleden die het allemaal jaren mee bezig zijn geweest. En dat eigenlijk wat zij bedacht hebben ook werkt. En er is nog veel te doen, maar het gaat echt al. Je merkt echt dat er een goede vibe is, dat muzikanten elkaar beter leren kennen. Dus zoiets. Wethouder Vergunst heeft in het verleden ook in het voormalige Don Roosje gewerkt en ook zelf op het podium gestaan. Hij weet daarom als geen ander waarom een plek als de basis erg belangrijk is voor muzikanten. Nou, het is ten eerste belangrijk dat je een eigen plek hebt waar je kunt repeteren, nummers kunt maken, kunt opnemen. Maar dit is ook een plek waar bands, muzikanten elkaar kunnen ontmoeten. En dat is ook heel belangrijk. Want dan kun je van elkaar leren. We hebben een commissie die een beetje die alle bands checkt. Maar ook naar de spreiding. Dus dat we niet allemaal dezelfde soort bandjes en muziek hebben. Maar juist dat er ook verschillende genres zijn. Dat we niet alleen maar bands hebben. Maar juist ook hip-hop artiesten en producers. De basis heeft ook een stichting met talentenmakelaars. Die ook de talenten die er zijn ook verder proberen te ontwikkelen. En dat is de belangrijke meerwaarde die de basis kan hebben voor de popmuziek in Nijmegen. Voor veel bezoekers van de open dag was het toch weer even alsof ze als tiener door het voormalige poppodium liepen. Ondanks de nodige verbouwingen blijft het pand herkenbaar als Don Roosje. Je hoort juist eigenlijk van heel veel mensen dat er nog best wel veel bewaard is gebleven. Onder andere bijvoorbeeld in onze flexruimte. Dat is een plek waar mensen een flexplek huren. Daar zie je, dat is in de oude drukkerij. Dus dan zie je nog aan de muur allerlei de oude posters die vroeger gemaakt zijn. Ja, de grote zaal is bijvoorbeeld wel opgedeeld in nu kleinere studio's. Dus je ziet er nog wel, de wc's zijn hier en die zijn er nog steeds. Maar misschien herken je het podium niet meer terug. Nou, ik heb zelf heel veel herinneringen aan Don Roosje. Ik heb ook gerepeteerd in de kelder. Ja, als wij een band hadden naast ons die echt hele harde muziek maakte, hele harde metal. Ja, dan konden we onszelf niet meer verstaan. Dus het is nu echt goed geïsoleerd. Dus je kunt nu echt serieus repeteren en opnemen. Nou, las ik dat er hier oude snacks zijn vanuit de tijd van Don Roosje, de Papau en het Bertje. Wat is een Bertje? Ja. Nee, nou, de broodjes Papau hebben we vandaag weer. Dat merkte toch dat veel mensen dat leuk uit hun herinnering hebben. Bertjes zijn eigenlijk de biertjes die we verkopen. Dus je kan een lekker biertje kopen aan de bar. Na de vervelende kant van de herfst hebben we deze week vooral te maken met de mooie kant van de herfst. Sterker nog, je zou het bijna nazomerweer kunnen noemen. Vandaag was het al een prima dag met veel zon en zo'n 18 graden. Maar de komende dagen wordt het alleen maar beter. Morgen wordt het eigenlijk een soortgelijke dag als vandaag met veel zon en het blijft droog. Naarmate de dag vordert zal de bewolking hier en daar wat dikker worden, maar er blijft een aangenaam weerbeeld. Ook in onze regio hebben we morgen veel zon. De temperatuur loopt op tot 19, lokaal misschien zelfs 20 graden. Wel staat er een vrij krachtig windje. In de dagen erna houden we dit weer nog even aan. Woensdag wordt het opnieuw een dikke 20 graden. En ook donderdag en vrijdag zit de temperatuur daar tegenaan. Geniet er vooral van, want in het weekend slaat het weer helemaal om. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Morgen zijn we er weer en dan brengen we onder meer een bezoek aan een dierenwinkel. Om eens te kijken wat men op Dierendag zoal voor zijn of haar huisdier koopt. En kijk voor het laatste nieuws op onze site of in de RN7-app. Graag tot morgen!